De gemeente Nijmegen gaat de rijwegindeling van de Graafseweg tussen de Arend-Noorduinstraat en de Rozenstraat aanpassen. Op de brug over het spoor gaat het aantal rijbanen stadsuitwaarts terug van 2 naar 1. Zo wordt er meer ruimte gecreëerd voor fietsers en voetgangers. Het steile fietspad ter hoogte van de Dobbelman wordt aangepast, zodat fietsers op dezelfde hoogte als de weg komen. Stadsuitwaarts komt er een aparte voorsorteerstrook voor automobilisten die linksaf de Burgerhart van de Bergstraat in willen slaan. Zo houden ze het doorgaande verkeer niet meer op. De gemeente wil zo automobilisten bewegen om voor de S100 te kiezen. De Graafseweg krijgt dan weer het karakter van een lokale weg. De plannen worden na de Vierdaagse dit jaar uitgevoerd.